Een voor een ieder herkenbare hedendaagse taak van de militaire muziek is het jaarlijks ondersteunen van de nationale herdenking op 4 mei op de Dam. Sinds het jaar 2000 wordt hierbij het indringende werk Tot de Doden uitgevoerd. Gecomponeerd door Rob Gorghuis in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een vastgesteld deel ervan voordat, kort voor 8 uur, hunne majesteiten de eerste krans leggen. En een langer deel na het signaal tot de infanterie en de daaropvolgende afsluitende 2 minuten stilte. U hoort dan een fragment uit Tot de Doden, vernoemd naar het gedicht van Ed Hardik.